This is the Mossel Bay Advertiser. I'm here with Matt and Collin. They are the champions of champions from Laat Potte Prut on TV. This was announced last week. Well done, guys. Thank you. Tell us a little bit about the competition. Sure, we're absolutely ecstatic the fact that we've won. But to so by die tweede laaste dag kom to say, ek en Collin for ourselves, we better make this work. Wow. And the proof was in the pudding. Dis goed. Ons gewen het. So waar. Ja, want ons het 'n pragtige maal van pudding gemaak met 'n melktert topping wat ons definitief weer getrek het, want dit was iets anders geweest. Maar die kompetisie was beautiful geweest, want dit was 8 spanne wat in die verlede bymekaar gekom het, en die beste spanne was van elke episode. Toe maak hulle nou die kampioene van die kampioene, en ons het toe nou almal deelgeneem en ons het die kampioene van die kampioene gewen. Wow, veel geluk. En daar was al lekker drama geweest, ook natuurlijk geweest, drama. Ons het dat die mensen potten wat omgevallen in die vier gevallen, en een post in die vier gevallen. Ons natuurlijk onder ons is gehad van die inspanning wat ons drankjes gevat heeft. So. Maar het was maar alles onder ons is maar in die huis. Het was allemaal samen gebleven, het is allemaal vreemde mensen gedeeld. So. Maar het was pret, het was een fantastische competitie. Het was baie goed gereel, het in verblijf was awesome geweest. Dat is goed. Ja, en zoals gezegd, ons twee is daar die Potte Prut kampioenen van Mossel Bay. Ons is in die prachtige dorp. Prachtige mensen in die dorp. En alsjeblieft, jullie moeten gewoon zeggen, als jullie ons wil gebruiken om jullie pot te komen leren pot maken. Of als jullie ons wil gebruiken, jij hebt gezegd, wat wil jij doen? Ja, ik wil vreselijk graag iets van welwillendheid doen. Je weet wel, elke keer hulle eie bestand die hulle koop, ons doen een lekker poikie dag competitie. En ons verkoop dat all those proceeds will go to hun organization of your choice. Dat is besluit weer van een wonderlijke idee. Fantastisch. Ja, en het was een ongelooflijke competitie geweest. Zoals ik zei, ons het daar was tijd dat ons een beetje gegek het. Dus dat jij met hem in speel. En tijd van ons zei, jij luister naar mij. En ik kon zeggen, als je nog een luister naar die meest stikt. Maar jij van mij de meest stikt. Ik zei, ja nee, als je 25 jaar samen is, dan zeg je maar van elkaar, ik maak je zomaar kut. En dat kan gebeuren. Jij luister naar mij. En jij luister naar mij. Dus altijd was dat iemand wat leiding neem. En iemand wil verbaasd worden voor de anderen wees. Maar weet je wat, ons verstaan elkaar. En dat is wat ons ook zo gedeerd getrek het in die ja. Wonderlik, dit het gewerk. Ja, ons het hard gewerk. Ek het baie hard gewerk. Jy weet kan hom op die mes steek. Ek joke. Ja, dit was lang ure, agteroggend. 3 potte, 3 agter, 5 potte, 3 ure. Ja. En dan moet jy weer ure in eliminasie gaan. En as jy die program kyk, jy weet waar gaan dit lyk baie kort, maar dit is altyd 19 ure, 10 ure wat jy potte moet gaar maak en die hele produksie vat 'n hele dag. Maar is awesome. Wow. Mensen moet baie inskryf vir die competitie die volgende keer. Kijk, die hoogtepunt natuurlijk is die prijs wat ons gewen het. We got a boat cruise naar Namibia of Mauritius toe voor 5 dae. Fantastisch. Ter waarde van, ik denk, 65.000 of zoiets. Best duty potten voor 20.000. Ons het eyelenses. Maar weet je wat, net die feit dat ons gedoen het waarvoor ons lief is. En ons het die potten laat prut. En ek denk, dit is die grootste... wat jy eigenlijk wil sê. En jy moet jou hutte beheer. Ja. Oké, okay, baie dankie julle. Dankie vir julle, en is lekker om ons op haai te wees. Wonderlik. Dankie julle, karoo boeries!